Een replica van de lijkwade van Turijn. Op ware grootte. Ongeveer 1,10 meter. Ietsje langer. 4,40 meter breed. Ook ietsje langer. 1,10 bij 4,40. Oftewel 1 op 4. Maar dat is het net niet. Het is 2 op 8. Want het is een bepaalde Joodse lengtemaat 2 maal. Een bepaalde lengtemaat 4 maal. En dat is zoiets om ons daarvan bewust te zijn. Een strook die eraan vast is genaaid. En die ons heel veel vertelt over dit doek zelf. Want deze strook komt van hetzelfde weefgetal, van hetzelfde doek dat gemaakt is. Alleen als we de weefpatronen doortrekken, ontbreekt hier een stuk tussen. En dat stuk is maar liefst 2 keer deze maat er nog eens bij. Dus eigenlijk kijken we hier naar een stuk dat 1/3 is van een veel groter stuk linnen. En aan die uiterste kant heeft deze strook gezeten. Die is er waarschijnlijk aanvankelijk los bijgeleverd en later daaraan vastgestikt. De wijze waarop het doek geweven is, 1 op 3 keper, is een heel specifieke wijze van weven. Het maakt het doek heel kostbaar. Er is ongeveer een maand aan gewerkt. Dus de waarde ervan is een maandloon. En de wijze van weven is typerend voor de eerste eeuwen uit het Joodse land. Deze doek, deze strook eraan vastgezet, ook op een heel bijzondere wijze. Een soort overlap, envelopachtig in elkaar gevlochten en dan dichtgestikt. Zo'n specifieke wijze dat men die eigenlijk niet kende, maar wel terugvindt in doeken op de Joodse plaats Masada, waarin 73 de Romeinen de Joodse weerstandbieders hebben verdreven, hebben vermoord. Die plek is achtergebleven, ruïnes. En bij de uitgraving in de vorige eeuw heeft men er ook doeken teruggevonden die op een precies dezelfde wijze als deze lap hieraan vastgestikt waren. De wijze waarop het doek gebleekt is, dit doek is eerst geweven, toen gewassen en toen in de zon gehangen. En dan krijg je een bleking die niet gelijk is. Vanaf de middeleeuwen doet men dat anders. Voordat men gaat weven, worden de linnenstroken eerst gewassen, gebleekt. En dan pas gaat men weven, zodat je een hele mooie gelijk gekleurde doek krijgt. Maar voor de middeleeuwen deed men dat niet. En dat is ook met de lijkwade niet gebeurd. Nu, zo hebben we in het linnen zelf al een aantal aanwijzingen waar het doek vandaan komt. En mogelijk uit welke tijd het zou stammen. Uit de streek die we nu kennen als Israël en uit de eerste eeuw. Deze hele grote witte plekken met die zwarte strepen daartussen en de sporen uit een brand 1532. 2 jaar daarna, 1534, zijn de brandsporen dichtgemaakt. En tot 2002, dus heel lang, hebben die doeken daarop gezeten. Toen is het doek helemaal losgemaakt van deze lappen, die verstellappen, om eigenlijk ook weer de oorspronkelijke vorm te krijgen die een beetje vertekend werd door die doeken die erop zaten en het linnen wat naar zich toe trokken. Die brandsporen komen omdat het doek toen opgevouwen was in een bepaalde wijze in een zilveren kist. En bij de brand is een deel van het zilver gesmolten, op een hoek gevallen en zo er doorheen gebrand. En toen het uitgevouwen werd, zag men deze tekening van die brandsporen. Iets wat we in het klein nog na kunnen doen door een stukje papier samen te vouwen, daar een hoekje uit te scheuren en je vouwt het open en dan zie je die tekening daarin terugkeren. Die brandsporen zijn het eerste wat je eigenlijk ziet als je naar de lijkwade kijkt.
Als je dan wat rustiger en langer gaat kijken, zie je tussen die twee stroken van die brandsporen de hele vage afdruk van de voorkant van een lichaam en de achterkant van een lichaam. Het meest duidelijke op een afstand is nog het gezicht. En zijn de twee handen, de twee armen met de twee handen. En dan in het verlengde daarvan zie je de benen. En de achterzijde, dit is het achterhoofd, dit is de rug. En dan zie je die kant de beenafdruk en hier de voetzolen die ook een afdruk op het doek hebben achtergelaten. Als je eenmaal dat beeld van dat lichaam, die voorzijde en die achterzijde, voor je hebt, dan vallen ook de bloedvlekken op die het lichaam in zekere zin markeren. De bloedvlekken bij het hoofd, de bloedvlekken op de armen en de pols, een grote bloedvlek in de zijde. En ook op de afbeelding van de achterzijde, de bloedvlekken op het achterhoofd, een spoor van bloed langs de onderrug en hier de voetzolen, ook die sporen van het bloed. Deze doek is gebruikt om iemand in te begraven als een grafdoek, maar niet volgens een standaard begrafenis. Het is eigenlijk een soort noodbegrafenis geweest die in heel korte tijd moest gebeuren. Daarom was het makkelijkste om maar één lang stuk wit linnen te nemen, daar het lichaam in te leggen, over het hoofd te vouwen, over de voorzijde. Het is altijd even moeilijk voor te stellen hoe dat dan gegaan is, maar het doek heeft zo in het graf gelegen. Hier is het lichaam opgelegd. En dat gedeelte is over het lichaam heen gevouwen, zodat de afdruk van het lichaam aan de binnenkant van het doek is ontstaan. En daarmee ook in een weerspiegeling, in een tegengestelde spiegeling de afdruk heeft. Dus deze wond lijkt hier in de linkerzijde te zitten. Maar als we voorstellen dat hij op het lichaam heeft gelegen, geeft het aan dat de wond in de rechterzijde heeft gelegen. Deze afbeelding laat een man zien die ongeveer 1,80 meter lang was, plus minus. Het hangt er een beetje vanaf hoe het linnen gestrekt wordt. En het lichaam is ook niet recht in het doek gelegd, maar er heeft een knik in de benen gezeten. De voetzolen zijn recht op het doek gezet. En zo is het altijd een beetje lastiger om precies de lengte te meten van de man die daarin begraven is. Een man met een fors postuur, stevige schouders. 1,80 meter was voor die tijd niet uitzonderlijk lang, dat denkt men wel eens. Maar er zijn skeletten gevonden van overledenen met zo'nzelfde lengte. En ook Romeinse historici beschrijven mensen die ze een bepaalde lengtemaat meegeven. En omgerekend is dat onze 1,80 meter. Maar toch een rijzige gestalte, een heel forse gestalte. Het gezicht, de gezichtstrekken laten zien dat het om een Joodse man gaat. De Joodse gelaatstrekken, zelfs van een bepaalde groepen binnen het Jodendom, de Sefardische Joden, de Joden ook van de priesterkasten bijvoorbeeld, de Kohen-groep, familiegroep. En de afbeelding laat zien dat de haren aan de achterzijde in een paardenstaart zijn samengebonden. Iemand die men schat zo tussen de 30 en de 40 jaar. Het gelaat kan ouder lijken, maar dat komt ook door de vaagheid van de afbeelding en omdat de man in het gezicht mishandeld is. En dat heeft hem opgezwollen wangen gegeven, opgezwollen wenkbrauwen, waardoor hij ouder lijkt. Maar de leeftijd is tussen de 30 en de 40 jaar. Het bloed heeft men onderzocht. Het is de bloedgroep AB, maar als het om heel oud bloed gaat,
wordt alle bloedtypen uiteindelijk een beetje AB bloed. Men heeft gezocht naar DNA-sporen, maar daarvoor is het bloed te oud. Men is maar tot een eerste begin gekomen dat het om een man zou gaan. En inderdaad de bevestiging dat het om een man gaat uit die Sefardische Joodse bevolkingsgroep. De vele bloedsporen geven aan dat de man mishandeld is, geslagen in het gezicht, gegeeseld, heel veel kleine sporen van de geeseling. Van twee zijden is dat gebeurd met een Romeins geeselwapentuig, de flagrum, een stok met drie leertjes en daaraan lode kogeltjes. Dat was bedoeld juist niet om de huid open te halen, maar om de onderliggende lichaamsdelen te kneuzen, te verwonden. Een geeseling die als een straf werd gegeven in voorbereiding op een nog gruwelijker straf, de kruisiging. De man is ook gekruisigd, gezien de wonden in de polsen en de wonden in de voeten. Geeseling en kruisiging hadden in zekere zin met elkaar te maken, dat de Romeinen die geeseling lieten toepassen om de veroordeelde al te verzwakken, zodat de tijd aan het kruis verkort zou worden. Het was ergens een soort barmhartigheidsstraf, die geeseling. Op het gezicht de sporen en ook op het achterhoofd sporen van kleine diepe wonden rond het hoofd en op het hoofd. Sporen van een doornenkap. Twee verschillende doornstruiken zijn bij elkaar gevoegd tot een soort kap, een soort hoed, opgeduwd en rond de slapen vastgebonden. En dat de bloedsporen aan de achterzijde veel duidelijker zijn dan de voorzijde, geeft ook aan dat de doornen in het achterhoofd dieper zijn binnengedrukt. En dat zou voor een deel te maken hebben gehad, omdat deze man zelf de dwarsbalk heeft gedragen op weg naar de kruisiging. Bij de schouders zijn schaafwonden zichtbaar van het dragen van die balk. En die zal ook gemaakt hebben dat die doornenkroon daar dieper tegen het hoofd werd geduwd. En ook eenmaal aan het kruis genageld, heeft het hoofd tegen de kruisbalk geduwd. En zo die nagel staat dieper in het achterhoofd geduwd. Bij het dragen van de kruisbalk is de man een aantal keren gevallen. Dat weten we door de schaafwonden op de knieën, waar ook bloed in zit. De schaafwond op de neus, die ook onder het bloed zit. En bij die bloedsporen op de knieën en ook in de neus, maar ook bij de voetzolen, is steengruis gevonden tussen de vezeltjes van het linnen. En steengruis heeft een bepaalde structuur, zou je kunnen zeggen, zodat men kan traceren waar die steengruis vandaan komt. En die structuur komt helemaal overeen met de steengruis in de straten buiten de poorten van het oude Jeruzalem. Oftewel, deze man heeft door de straten van Jeruzalem gelopen met het kruis op zijn schouders, is daar een aantal keren gevallen op de knieën en zelfs voor op het gezicht, omdat zijn armen aan die dwarsbalk vastgebonden waren. Op de plaats van executie is hij gekruisigd. Grote wonden in de bovenpols. Niet in de handpalm, maar in de bovenpols. Dat is sterk genoeg om uiteindelijk zo'n lichaam aan het kruis te kunnen dragen. Bij de andere arm zien we de wond niet, maar wel de bloedsporen die uit de wonden komen. Ze kunnen weten dat onder die andere hand daar ook een wond zit van de nagel die gebruikt was om de arm aan het kruis te slaan. Bij de voetzolen ook heel duidelijk het bloed te zien. En hier de wonden van de nagel van de linkervoet en de andere voet is er overheen gedraaid en zo met één nagel aan het kruis vastgenageld. De afbeelding laat zien wat er aan het kruis gebeurd is.
Deze bloedsporen geven aan dat de armen op twee verschillende wijzen, twee verschillende houdingen aan het kruis hebben gehangen. Wat meer hangend en wat meer gestrekt. En dat dat zich afwisselde, zodat bij deze houding het bloed volgens een bepaalde stroom liep. En bij deze houding het bloed wat meer naar beneden liep. En zo heeft men kunnen terugzien dat het hangen aan het kruis niet een stil hangen aan het kruis is tot de dood volgt, bijvoorbeeld door uitputting of bloedverlies, maar dat het een voortdurende krampbeweging is van een lichaam dat zich laat hangen en dat zich opricht, dat zich laat hangen en dat zich opricht, ook om de pijn te verleggen, de pijn van de armen te verminderen door zich wat op te richten en vervolgens de pijn van de benen te verminderen door zich te laten zakken. De hele grote borstkas die opgezet is, heeft daarmee te maken. De gekruisigde kan in zekere zin alleen uitademen als die opgericht is. Als die in die hangende houding aan het kruis hangt, kan die alleen maar inademen, maar niet uitademen. Maar uiteindelijk had deze man niet meer de kracht om zich op te heffen en is zo met een volgezogen borst gestorven. En dat is hier ook op deze afbeelding te zien. Na zijn dood is er een Romeinse lans in de zijde gestoten, de rechterzijde, tussen de ribben door, van onderaf, zodat het hart geraakt is. De speer is eruit getrokken en daar is het bloed uitgelopen en ook een doorzichtig serum uit het hart. Bij de lendenen is dat nog heel goed te zien, grote bloedstroom uit die wonden met daaromheen dat doorzichtige serum. Het lichaam is toen nog een tijdje aan het kruis gebleven. Er is een andere doek rond het hoofd gehouden, die ook nog een golf bloed heeft opgevangen uit de neus. Daarna is het lichaam heel voorzichtig van het kruis gehaald. Dat weten we, omdat deze wonden niet groter zijn gemaakt. Er is niet gewrikt. Hij heeft het heel voorzichtig gedaan, ook bij de wonden in de voeten. De nagels eruit gehaald, het lichaam van het kruis gehaald. Daar heeft het lichaam nog even op de grond gelegen met nog steeds die doek over het hoofd. Er is een nieuwe golf bloed uit de neus gekomen. Toen is het lichaam naar een graf gebracht en daar is het in deze doek neergelegd. Die andere doek is van het hoofd weggehaald. Toen bleek dat er nog een doorn in het voorhoofd zat. Die heeft men daar uitgehaald. Toen is ook die merkwaardige bloedstroom gekomen op het voorhoofd. Het lichaam had nog de rigor mortis, de lijkverstijving. Dat wil zeggen dat de armen eigenlijk de neiging hadden om terug te keren naar die houding aan het kruis. Die zijn bij elkaar gebonden. En ook de voeten, die de benen en de voeten vertonen nog die houding van aan het kruis genageld zijn. Vandaar dat die voetzolen plat op het doek terecht zijn gekomen. En zo is het lichaam in het graf gelegd met iets onder het hoofd. Het hoofd is iets naar voren gelegd. En deze strook is waarschijnlijk toen gebruikt om van buitenaf het geheel dicht te binden. Het lichaam in die doek. Als je die doek daar afneemt, heeft het precies de lengte die je nodig hebt om daar een knoop te leggen, om te wikkelen en dan bij het andere eind een knoop te leggen. Zo is het in de doek gelegd. En wat er toen als eerste gebeurde, was natuurlijk dat dat bloed in het doek trok. Aan de andere kant van het doek is niet deze vage afbeelding te zien, maar zijn wel sporen van dat bloed te zien. Dat bloed is dus in het doek getrokken en voor een deel ook aan de andere kant zichtbaar. Die afbeelding verder niet. Zo is dit lichaam in dit doek begraven. En later is deze doek teruggevonden met deze afbeelding van de man die daarin begraven is geweest.
119 jaar geleden heeft men eerste foto's gemaakt van deze lijkwade. Toen was het doek al zo'n 400 jaar in dit 300, wat is het, 300 jaar in Turijn. En met de technieken die men toe had, oude wijze van fotograferen, zijn foto's gemaakt. Grote glasplaten die dan het negatief weergeven. En vanuit die glasplaten werd dan op papier de foto gefixeerd. Toen men die glasplaten zag van het negatief, bleek dat de afbeelding veel duidelijker werd. En dat kunnen we ons best voorstellen, want eigenlijk kijken we naar een negatief, een afdruk vanuit het lichaam op de doek. En als je daar een negatief van maakt, zie je in zekere zin direct het lichaam van de man die in de doek begraven is. Nu, die foto's hebben het mogelijk gemaakt om het doek nog nauwkeuriger te onderzoeken. En dat was het begin van wat men noemde de syndonologie. Het bestuderen van de lijkwade van Turijn. De oud-Griekse naam syndon werd gebruikt, de Italiaanse naam syndone. En daar dan een studie over maken. Dat begon in 1898. En dat is met wat tussenpozen eigenlijk steeds doorgegaan, vooral in de jaren 70 en 80 en 90 van de vorige eeuw, zodat deze doek sindsdien de meest onderzochte archeologische vondst is. Men heeft er bij elkaar misschien 16 jaar non-stop aan bestudeerd, als je alle uren bij elkaar telt die wetenschappers daarover gebogen hebben gezeten. En in feite is zo elk detail daarvan bekeken. Men had vooral de vraag, hoe is die afbeelding op het doek ontstaan? Er waren mensen die dachten tot aan de jaren 70, het zou wel geschilderd zijn. Maar dat is al een heel vreemde theorie, want hoe dichter je erbij staat, hoe moeilijker je ziet wat je maakt. En het is eigenlijk niet te schilderen met deze perfectie die de afbeelding nu heeft. Bovendien zou dan het bloed toch op een of andere manier er ook op aangebracht moeten zijn. Maar het bloed heeft alle kenmerken dat het direct uit het lichaam kwam van degene die hierin begraven is. Men is gaan kijken naar sporen van verf. Er is niets van te vinden. Anderen hebben gezegd, misschien is het wel een soort schroeiplek. Heeft iemand een heel groot beeld van Jezus gemaakt, dat verhit, de doek nat gemaakt, daar even opgehouden totdat het ingeschroeid was en dan afgehaald en zo deze afbeelding gemaakt. Maar ook dat is geen houdbare hypothese. Het is niet alleen mogelijk om zo'n, niet alleen onmogelijk om zo'n afbeelding te schroeien zo groot, dat brandt door of dat lukt niet. Maar met de moderne technieken heeft men ook gezien dat deze schroeiplekken van de brand uit 1532 heel anders zijn dan de afdrukken van het lichaam. Dus de afdrukken van het lichaam zijn geen schroeiing door hitte. Wat men verder ontdekte over die afdruk is dat het niet een diepteafdruk is, maar aan de uiterste oppervlakte zit. En waar een afdruk hier donkerder is, denken wij dat is dan waarschijnlijk dieper ingedrongen. Maar het gaat niet om een dieper, maar om een meer. Bij de donkere vlekken zijn meer vezeltjes van een linnen draadje gekleurd aan de uiterste oppervlakte. Dus waar de afbeelding donkerder is, zijn meer vezeltjes naast elkaar gekleurd. Aan de uiterste oppervlakte. De afbeelding is ontstaan doordat aan die uiterste oppervlakte door een soort energieoverdracht de uiterste vezel, zou je kunnen zeggen, bovenkant, daar is vocht uitgehaald. En dat maakt die verkleuring. Hoe dat gegaan is, daar
blijven de wetenschappers nog steeds in het duister tasten. Het laatste experiment wat gedaan is tot en met 2011 was met laserstralen op een linnen doek proberen de afbeelding na te maken. 4 jaar lang is een specialistisch lab daarmee bezig geweest. Het enige wat ze kregen was een heel klein stukje waar iets op verscheen wat leek op deze afbeelding, maar toch niet helemaal voldeed aan deze afbeelding. En men was zeker niet in staat om heel zo'n afbeelding te maken. Dus hoe de afbeelding ontstaan is, is nog steeds niet duidelijk. En als er hypothesen komen van mensen die zeggen het was zo of het is zo gegaan, dan moeten ze dat maar heel goed beschrijven, want hun theorie moet voldoen aan een heleboel eigenschappen die deze afbeelding toebehoort. Uiterste oppervlakte, alleen die vezelkleuring. De afbeelding is waterbestendig, de afbeelding is hittebestendig, de afbeelding laat zich omzetten in een perfect negatief. De afbeelding laat zich zelfs omzetten in driedimensionale beeldingen. En de afbeelding beantwoordt anatomisch perfect aan een mannelijk lichaam dat na de kruisiging en mishandeling hierin begraven is. Tot op de dag van vandaag is het dus nog niemand gelukt, ook geen equipe van wetenschappers gelukt, om enerzijds te verklaren hoe die afbeelding ontstaan is, anderzijds om hem na te maken. En als er zo van tijd tot tijd hypothesen verschijnen, moeten we daar maar heel voorzichtig mee zijn. Moeten ze die eerst maar grondig onderzoeken of dat klopt. En tot nu toe is altijd gebleken dat het niet klopt, dat het niet de verklaring kan zijn van de wijze waarop die afbeelding ontstaan is. 2 vragen vond men nog van zeer groot belang. Hoe oud is het doek? En uiteraard, wie is degene die in het doek begraven is? Nu, de ouderdom van het doek is voor een deel terug te vinden door de wijze waarop het geweven is, door de wijze waarop deze strook eraan vastgenaaid is. Men heeft in 1987 een heel klein stukje daar afgesneden, helemaal in het uiterste hoekje, voor de koolstof-14-methode. Dat stukje is in 3 kleinere stukjes gesneden, naar 3 laboratoria gebracht voor die dateringsmethode C14. Die stukjes zijn verbrand en dat levert dan een bepaalde koolstofgehalte op wat men kan koppelen aan een datering. Nu in 1988 kwam de uitslag tevoorschijn. En volgens die methode zou de doek gemaakt zijn tussen 1260 en 1390, dus uit de middeleeuwen stammen. Nu, dat werd ook in de media naar buiten gebracht. Er werd gezegd, er is bewezen, deze lijkwade is uit de middeleeuwen en kan dus niet, wat de traditie gezegd heeft, de lijkwade zijn waarin Jezus begraven werd. Alleen, er waren op dat moment in 1988 al zoveel aanwijzingen dat het doek veel ouder was dan de middeleeuwen, dat degenen die er werkelijk mee bezig waren voor een groot dilemma werden gesteld. Alles wees erop dat het doek veel ouder was en later ontdekte men nog de bevestigingen dat het uit de eerste eeuw was. Alleen die C14-methode die kwam ineens met een datering uit de middeleeuwen. Maar dat riep nieuwe vragen op. Wat is er precies gebeurd bij die dateringsmethode? Men had een stukje genomen, wat ook hier te zien is, wat veel donkerder is. Er zijn watersporen en het is vervuild. En toen men pas veel later de verslagen kon lezen van die laboratoria wat ze gedaan hadden, die hebben ze eigenlijk heel lang een beetje achtergehouden, bleek dat de stukjes maar heel slecht gereinigd waren. Men heeft er eigenlijk niet goed naar gekeken wat er met dat linnen gebeurd was. En dat zal die datering helemaal misvormd hebben.
Want er blijkt zeker hier maar over het hele doek een bacterielaag te zitten. Dit is heel erg vervuild. En dit gedeelte heeft waarschijnlijk een hele lange tijd in het water gestaan. En water beïnvloedt een C14-methode. Het kan zelfs zo zijn dat als een voorwerp onder water is gebleven tot het gevonden werd, men het zelfs in de toekomst kan dateren met die C14-methode. Dus die dateringsmethode, dat resultaat, werd in zekere zin terzijde geschoven. En men blijft bij de gegevens dat alles erop wijst dat het doek uit de eerste eeuw is, uit de streek van Galilea, Judea, zoals het toen heette. Dit wordt nog bevestigd doordat er in het linnen plantenpollen te vinden zijn. Over heel het doek, die zich verscholen houden, kunnen ze met het blote oog niet zien. Het zijn minuscule plantenpollen die eruit te halen zijn en door een microscoop te traceren zijn. Pollen van planten uit Italië, uit Frankrijk, uit Constantinopel, uit Turkije, maar ook van planten uit de streek rond Jeruzalem. Meerdere planten uit de streek van Jeruzalem. Planten die alleen maar pollen afgeven in de maanden maart en april van het jaar. Dus ook dat gegeven bevestigt de herkomst, de locatie, met de wijze waarop dit geweven en vastgenaaid is, de eerste eeuw in de streek rond Jeruzalem. Waarbij nog komt dat er geen element in heel die afbeeldingen zit wat dit tegenspreekt. En dat is wel heel belangrijk. Op het doek zijn ook sporen te zien van water. Hier en hier, hier en zo, eigenlijk over het hele doek. En men heeft heel lang gedacht dat het de sporen waren van het water waarmee men die brandschroeien heeft proberen te blussen. En dat zal voor een deel ook zeker zo zijn. Alleen door het doek op een bepaalde manier te vouwen, zodat al die watersporen bij elkaar komen in een soort lange harmonieachtige vorm dicht tegen elkaar geduwd, heeft men vermoedelijk de vorm teruggevonden waarin het doek eeuwenlang verborgen heeft gezeten in een stadsmuur in Edessa. In een soort pot die we voor een deel ook nog wel kennen van de Dode Zeerollen. En die pot heeft een beetje scheef gestaan en in de onderste gedeelte van die pot heeft water gestaan of is water gekomen. En dat zijn die sporen van het water die het doek gemarkeerd hebben. En het mooie aan die ontdekking is dat men dus eigenlijk weet hoe het doek eeuwenlang op een verborgen plek bewaard is gebleven, tot als gevolg van een aardbeving die muur openscheurt en men daar het doek terugvindt. We zitten dan in de zesde eeuw. Maar tegelijkertijd geeft het ook aan dat dat stukje waar men die C14, dat lapje voor die C14 heeft weggenomen, dat het ook eeuwenlang in het water heeft gezeten. En daarmee is ook die C14-methode niet meer betrouwbaar. Dat wordt ook tegenwoordig door de specialisten van de C14-methode gezegd. En dus die aanvaarden ook niet meer die datering 1260-1390, maar die zeggen eerder, nee, we moeten onderzoeken wat er met het doek gebeurd is, waardoor die C14-methode eigenlijk niet goed bruikbaar was en misschien nog steeds niet bruikbaar is. Dus men is heel terughoudend om nu weer te zeggen, laten we wat andere stukjes nemen voor die C14-methode. Men moet het tenslotte uithalen, het wordt verbrand, het wordt vernietigd en dan kijken wat dat oplevert. Maar het doek is zo uniek en heeft zo een eigen geschiedenis dat men eigenlijk zegt, die C14-methode is misschien nog niet geschikt om opnieuw te proberen. Wat er in de onderzoeken nu eigenlijk zou moeten gebeuren, is dat degenen die echt specialisten zijn, stel dat er zo op de wereld zo 20, 25 mensen zijn die op hun eigen vakgebied hier helemaal in thuis zijn, dat die gezamenlijk
een protocol ontwikkelen voor nieuwe onderzoeken. En dan dat uitwerken, aangeven wat ze willen doen, aangeven wat ze willen onderzoeken, waar ze naar willen zoeken. En dan toestemming vragen om een aantal dagen de lijkwade zelf te mogen onderzoeken. Met methoden waardoor het doek niet vernietigd wordt, maar waarmee ze wel hopen nieuwe details te ontdekken. Want hoe dun het linnen ook is, in die vezeltjes zit eigenlijk nog heel veel verscholen. Er is bijvoorbeeld, van een stukje daar opzij, er is een haar gevonden. Wie weet zit er veel meer in wat men nog niet heeft ontdekt. En maar die groep mensen die zou eigenlijk gecoördineerd moeten worden. En op dit moment lijkt dat nog niet het geval. Het zijn nog te veel afzonderlijke groepen, afzonderlijke specialismen die elkaar nog niet gevonden hebben. Ze komen ook uit verschillende werelddelen, uit Amerika, uit Frankrijk, uit Italië, uit Spanje. Het zou mooi zijn als een paar mensen daarin het voortouw zouden nemen om deze groep bijeen te brengen en ze de opdracht te geven gedurende een aantal jaren zo'n onderzoeksprotocol uit te werken en dat dan voor te leggen aan de rechtmatige eigenaar. Dat is niet het Vaticaan, maar dat is de paus. Sinds 1994 is de 84 is de paus de eigenaar van de lijkwade en die zou dan toestemming moeten geven aan deze groep wetenschappers om het doek nog een keer helemaal met de nieuwste technieken te onderzoeken. Kunnen we vermoeden wat daaruit zal komen? Waarschijnlijk dat men sporen vindt die bevestigen dat dit doek een hele lange reis heeft gemaakt. Vanuit Jeruzalem, via Turkije, via waarschijnlijk Griekenland, naar Frankrijk en zo naar Italië. Men zal opnieuw zien dat die afbeelding eigenlijk heel uniek is. En men zal nogmaals bevestigd kunnen krijgen dat het hier om echt bloed gaat. Maar wie weet wat men nog meer kan ontdekken. De geschiedenis van het doek is in de gegevenheden van de geschiedkunde pas eigenlijk vanaf de 10e eeuw duidelijk. De 10e eeuw hebben we voor het eerst een verslag van iemand die hem gezien heeft, deze afbeelding, en die hem beschrijft. In 944, toen het doek Constantinopel werd binnengedragen. En het werd binnengedragen als een echte reliquie. Het reliquie van de afbeelding van Jezus. En iemand heeft die ceremonies meegemaakt en dat beschreven. En hij beschrijft ook deze afbeelding op het doek. Hij beschrijft ook de wond in de zijde. En vanaf dat moment komen we zo telkens echo's tegen in de geschiedenis van mensen die het doek gezien hebben. Zelfs het na hebben getekend op een bepaalde manier, zodat we aan de tekening kunnen zien dat diegene werkelijk dit doek ook heeft gezien. Van Constantinopel naar Frankrijk. En in Frankrijk, zeker vanaf de 14e eeuw, wordt het hele doek tentoongesteld. Pelgrimeert men daar naartoe en wordt het vereerd als de grafdoek, de lijkwade van de Heer zelf. En vanaf die 14e eeuw tot aan vandaag de dag is de geschiedenis vrij goed te traceren. De doek is vanuit Frankrijk naar Turijn gebracht, eind van de 16e eeuw, omdat de plaats Chambéry, waar die voorheen was, in Turijn tot hetzelfde koninkrijk behoorde. Koninkrijk van Savoie. En binnen het koninkrijk kon men de reliek van de ene naar de andere plaats brengen, zonder de landsgrenzen te overschrijden. En de reden waarom dat gebeurd is, was waarschijnlijk omdat de kardinaal van Milaan, Carolus Borromeus, die ondanks zijn jonge leeftijd al behoorlijk ziek was, van plan was over de Pyreneeën naar Chambéry te gaan om het doek te vereren. Maar men zei dat overleeft de kardinaal niet. Laten we het doek maar richting zijn bisdom brengen. Binnen ons koninkrijk. En dat was de plaats Turijn. En Carolus is van Milaan naar Turijn gekomen. Heeft het doek vereerd. En is teruggekeerd naar Milaan.
En inderdaad, hij is niet zo lang daarna overleden. Maar sindsdien is het doek ook in Turijn gebleven en kennen we het als de lijkwade van Turijn. Dan blijft nog die hoofdvraag. Van wie is de afdruk van dit lichaam in het doek? Zolang als het doek gekend is, wordt het doek vereerd als de lijkwade van Jezus. Wordt het doek aanvaard als het doek waarop zijn gezicht staat afgebeeld. Dat zijn eigenlijk de eerste sporen die we in de geschiedenis tegenkomen vanaf de 6e eeuw. Dan zien we Christus iconen, zijn gezicht afgebeeld. En daardoorheen zie je eigenlijk het origineel. En dat is dit gedeelte geweest. Maar dan zo, zodat het gezicht de toeschouwer lijkt aan te kijken. En er zit iets merkwaardigs in die hele lengte. Als je het doek door midden vouwt en nog een keer vouwt en nog een keer vouwt, dan blijft precies deze strook over waar het gezicht op staat. En mede door deze strook ernaast staat het gezicht dan ook precies in het midden. En waarschijnlijk zo is het doek eeuwenlang gekend geweest als een afbeelding van het gezicht van Jezus, zonder dat men wist dat daar nog een heel stuk aan vast zat met het hele lichaam, de voor- en de achterzijde. De traditie zegt dus, dit is de grafdoek van Jezus. Maar zijn er in het doek ook voldoende aanwijzingen om dat te bevestigen? In zekere zin kan je een soort optelsom maken. Het gaat om een Joodse man tussen de 30 en de 40 jaar. Het gaat om iemand die stevig is. Nou, dat past bij Jezus, zowel zijn leeftijd als het feit dat hij een timmerman was. Dat hij door de straten van Jeruzalem, door de venden heeft gewandeld 3 jaar lang onderweg. Gezond postuur zou je kunnen zeggen. En we weten van Jezus dat hij mishandeld is, dat hij in zijn gezicht geslagen is. Zelfs met een stok staat er in de evangelie. Alles is terug te vinden bij die opgezwollen wangen en die opgezwollen wenkbrauwen. Pilatus heeft Jezus laten geeselen. We zien hier de sporen ervan. En de soldaten hebben vervolgens Jezus bespot door hem een doornenkroon op te zetten, lezen we in de evangelies. We zien de sporen ervan. Jezus is gekruisigd en we lezen in het evangelie van Johannes dat toen Jezus gestorven was, een Romeinse soldaat zijn lans in de zijde heeft gestoten. Met name die uitzonderlijke gegevens van de doornenkroon en de lanssteek in de zijde zijn wel heel specifiek. Natuurlijk werden er in de tijd van Jezus meer mannen gekruisigd. Maar we lezen nergens over deze wijze van bespotting met een doornenkroon. En we weten ook niet van andere gekruisigden dat bij hen de zijde werd doorboord. We kennen die gegevens alleen uit de evangeliën. En daarnaast, deze man die als een misdadiger geëxecuteerd is, is vervolgens wel in een heel duur linnen begraven. Een soort noodbegrafenis. Nu, en die twee details komen we ook in de evangeliën tegen. Nadat Jezus gestorven was, is het lichaam nog een tijdje aan het kruis gebleven. Er moest toestemming gevraagd worden aan Pilatus om het lichaam te mogen begraven. Ondertussen ging de dag verder en brak de vrijdagavond, eigenlijk de zaterdag al aan, de Sabbat. En moest de begrafenis heel snel gedaan worden, want op Sabbat mocht men niet begraven. En dan is het makkelijkste dat je je lichaam ongewassen, zoals we hier ook zien, in een heel groot stuk linnen neerlegt, met de bedoeling na de Sabbat terug te komen, dan het lichaam te wassen, te zalven en een definitieve begrafenis te geven. Dus wat we lezen in het evangelie zien we hier terug. Een spoedbegrafenis
in een heel duur linnen. Jozef van Arimathea heeft een lang wit linnen gekocht voor de begrafenis van Jezus. Nu, dit zijn drie zulke uitzonderlijke elementen. De doornenkroon, de zijdewond en de begrafenis van een gekruisigde in een lang wit linnen. Dat het feit dat we dat alleen weten uit de evangeliebeschrijvingen van Jezus en van niemand anders, het eigenlijk niet meer dan vanzelfsprekend is dat je die gegevens aan elkaar hecht. Wat we lezen in het evangelie zien we hier, wat we hier zien lezen we terug in het evangelie en dan is het vanzelfsprekend dat het om dezelfde persoon gaat. Het lichaam is niet in de doek gebleven. Want als het in het doek was gebleven, zou het lichaam zijn gaan rotten. En zou ook het linnen mee zijn gaan rotten. Maar er is geen spoor van te vinden. Het is ook niet duidelijk dat het lichaam uit het doek is weggehaald. Of dat het doek van het lichaam is weggehaald. Dat zou ook te zien zijn. Het zou mogelijk een mistekening geven van de bloedsporen. En als een stuk linnen van een wond wordt weggehaald, blijven er altijd stukjes van het linnen in de wond en stukjes van de wond op het linnen. Maar ook dat is niet te zien. Het is dus ook niet helder wat er met het lichaam gebeurd is. Het is er niet ingebleven en het is er niet uit weggehaald. En men heeft gezien dat de afbeelding van het lichaam eigenlijk een bepaalde vertekening heeft. De afdruk is ontstaan op een moment dat het erop lijkt alsof de doek een beetje gestrekt plat wordt geslagen. Dat maakt ook dat er schijnbare vertekeningen in zitten. Bijvoorbeeld hele lange vingers, maar het is een soort uitstrekken geweest van het linnen rond die vingers. Maar wat er gebeurd is en hoe dat gegaan is, dat kan men vanuit de afbeelding niet traceren. We kunnen vanuit het geloof natuurlijk wel zeggen, als alles klopt van het evangelie wat we lezen over het lijden en het begraven worden van Jezus met deze afbeelding, mogen we ook die laatste stap toch vermoeden. Want we lezen in het evangelie dat Jezus verrijst. En dat hij als verrezen heer door gesloten deuren bij zijn leerlingen binnen kon komen. En zo mogen we zeker vermoeden dat hij ook door de grafdoek heen opgestaan is, verrezen is. En dat dat moment in een fractie van 1/1000ste seconde ook gemaakt heeft dat dat lichaam vlak voor dat moment van het verrijzen een afbeelding achterlaat op dit doek. En zo zou je kunnen zeggen, passen alle puzzelstukjes bij elkaar. Kijken we hier naar de lijkwade van Jezus, de replica van de lijkwade van Jezus, zien we voor het eerst hier pas aan hoe gruwelijk zijn lijdensweg is geweest, hoe gruwelijk het is om gekruisigd te worden. Zien we zijn geopende zijde en het bloed en water daaruit stromen, waar de evangelist Johannes over spreekt. Zien we Jezus lichaam in de grafrust van stille zaterdag, zou je kunnen zeggen, op weg naar het moment van zijn verrijzenis. En de Heer die zulke een afbeelding heeft nagelaten, omdat hij wist dat wij mensen dat nodig hebben. En het kan dan alleen maar een afbeelding zijn die ook helemaal beantwoordt aan wie hij was. Mens geworden, God de Zoon, gekruisigd, gestorven, begraven en verrezen. En zoals Paulus het zegt, hij is de icoon van de onzichtbare God. Dus met een afdruk van zijn gezicht die niet een hoog portretgehalte heeft, maar een afdruk is die in zichzelf lijkt te zeggen dat het niet om deze afbeelding gaat, maar natuurlijk om degene die afgebeeld is.
En dat is natuurlijk helemaal met deze doek. De doek gaan we zeker niet gebruiken als een bewijs van de verrijzenis, maar wel als een verwijzing naar Christus, de gekruisigde, de begraven, de gekruisigde, de gestorvene en de begraven en verrezen Heer. En als zodanig mogen we deze aanwijzing die de Heer ons heeft gegeven wel degelijk gebruiken voor ons eigen geloofsleven en voor ons eigen gebedsleven. In de 4e eeuw heeft paus Sylvester II een voorschrift gegeven voor het vieren van de Eucharistie. Hij zei dat vanaf dat moment op een altaar een lang wit doek moet worden gelegd waarop de mis wordt gevierd. En hij zegt er uitdrukkelijk bij dat lange witte doek herinnert ons aan de lijkwade van Jezus. En tot op de dag van vandaag geldt dat voorschrift dat op een altaar een lang wit doek moet worden gelegd waarop dan de Eucharistie wordt gevierd. En deze paus heeft zonder het te weten eigenlijk prachtig aangegeven wat de betekenis is van deze afbeelding van de lijkwade. Hier zien we het kruisoffer van Jezus en in de heilige mis wordt het kruisoffer tegenwoordig gesteld. Zodat deze afbeelding ons ook kan helpen om te beleven wat er in de mis gebeurt. Christus die zich volkomen aan ons wegschenkt tot in de dood, zodat we hem kunnen ontvangen, zijn lichaam, zijn kostbaar bloed. Wat we in de mis vieren, zien we hier afgebeeld. En zo is de lijkwade van Turijn eigenlijk een doek om heel veel naar te kijken. Niet alleen al die wetenschappelijke punten die ontdekt worden en waar men mee doorgaat en wie weet wat men nog in de komende jaren allemaal kan ontdekken. Maar ook om naar die afbeelding te kijken. Zeker ook die negatieve afbeelding en die driedimensionale afbeelding te bekijken. Dat lijden na te gaan wat hierop uitgetekend staat, zou je kunnen zeggen, met zijn eigen bloed en met die wonderlijke afbeelding. En dan zo steeds beter Jezus te leren kennen, te beseffen wat zijn kruisoffer is en daarmee ook te beseffen wat de heilige mis is.